Goedenavond allemaal. Welkom, welkom, welkom bij deze live-uitzending. Ik zie dat jullie... Ik kijk dan nu even via mijn telefoon, dan zie ik allemaal... jullie profielfotootjes, laten we zeggen, boven in beeld. Dus ik ga nu even mezelf opzoeken op mijn laptop. Want dan kan ik jullie reacties meelezen en dat is wel zo handig. Even kijken... En het nadeel is dat ik dan zelf altijd even mijn Facebook moet, opnieuw moet laten laden. Want dan pas put mijn live ook op. Kijk, dan zie ik dat ik al iets mag inzoomen. Goedenavond allemaal, welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Even kijken of mijn beeld zometeen goed beter is. Bijna. Daar kunnen jullie het ook allemaal goed zien wat ik aan het doen ben. Dat is even een dingetje. Want ik had laatst had ik mijn houder voor mijn telefoon eventjes iets omgebogen. Dat ik er niet tegenaan stoot elke keer. Maar goed. Dan is het altijd eventjes een klein dingetje voor als je weer live gaat en je moet hem weer helemaal goed zetten. Goedenavond allemaal, welkom. Nou, het was super leuk dat jullie er allemaal alweer zijn. We gaan nog heel eventjes wachten. Nou, super leuk. Ik denk dat er al heel wat mensen het inmiddels hebben gevonden. Gelukkig maar. Nou, jullie kunnen al wel zien waarmee ik een beetje aan de slag ga. Ik ga onder andere met de Slimline stansen van Nelly Snellen aan de slag. Er zijn inmiddels echt ontzettend veel Slimline modellen. Nu komen er ook volgens mij, wat ik zag, weer nieuwe van Crealise en van Dutch to Bedoe zijn de Slimline mallen. Marianne Design, nou, Nelly Snellen. Deze heb ik in huis. Die zijn er ook nog steeds in de winkel. Dat is ook een aanbiedingssetje. Deze twee mallen samen. Even kijken. Voor €27,95. Dus dat is een mooie korting. En dat is, daar heb je ook meteen twee verschillende mallen. Want hier zitten rondjes bij je vierkanten. Dus, dat zijn weer super leuke mallen. En ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen. En dan gaan we wel zien wat het wordt. En voor de mensen die elke keer op binnenkomen, schoon weer welkom. En ik ga proberen jullie reacties weer mee te lezen. Dus dat moet helemaal goed komen. Nou, ik heb alvast wat dingen gestanst. Deze heb ik pas helemaal op het eind nodig. Dus die leg ik ook gewoon eventjes aan de kant. Daar komen we later op terug. En dan heb ik hier... ik ga vandaag met de vierkanten aan de slag. Die heb ik al gestanst. En dan heb ik de middelste formaat heb ik daarmee gestanst. En de buitenste gebruik ik als matlaag. Dus daar heb ik inderdaad dat kraft en dat zwarte mee gestanst. Dus die zijn voor straks. Maar in mijn aankondiging vertelde ik al dat ik aan de slag ging met papier. Maar ook met de stressoxide. En ik vind het heel gaaf om dat te combineren bij elkaar. Dat is misschien voor sommige papierlijnen wat lastiger dan bij de een dan bij de ander. Maar het is echt super leuk. Even wat dingen aan de kant zetten dat ik het niet omstoot. Ik ga met een wat oudere papierlijn aan de slag. Wat ik zag zijn ze nog wel in de winkel. Maar dit idee kun je natuurlijk ook onthouden voor papierlijnen die je misschien zelf nog thuis hebt. Ik gebruik nu een mixed media collectie van Craft the Clock. De Faded Memories. En dat is al wel een oudere lijn. Maar die Craft the Clock mixed media lijnen zijn er wel geschikt voor om dat te combineren ook met andere middelen. Zoals oxide inkt dan. Of bijvoorbeeld met... misschien kun je dit ook wel heel mooi combineren met verf en dan papier combineren. Dus een beetje mixed media-achtig kun je daarmee denken. Dus dat ga ik doen.
Ik ga eerst beginnen met een achtergrond opzetten. De paperpad, nou ja, ik heb het al wel gebruikt zoals je ziet. Het zijn een beetje groenige, bruin tinten, een beetje, ja, wel, ja, ja, groenig, bruinig. En wat, er zitten ook wel wat lichtere stukken bij hoor. Dus dat, ja, ik heb hier al wel meer dingen mee gemaakt, maar ik blijf het echt geweldig papier vinden. Dus, daar komen we straks op. Ik ga eerst met inkt aan de slag. En ik heb gekeken bij mijn kleurenwaaier welke kleuren ik erbij vond passen. Even kijken. Ik heb hier namelijk een kleurenwaaier. Hier zitten bijna alle oxide inkten op van wie ik heb. Behalve de nieuwste kleuren die weer opnieuw zijn, nieuw zijn uitgekomen. Dus die Kitsch Flamingo en die Rustic Wilderness. Maar die heb ik hierbij zitten. Dus ik kan dat heel mooi, als ik mijn papier heb, kan ik dat heel mooi zo erbij leggen. En dan kan ik gaan kijken welke kleuren vind ik erbij passen. Dan kan je kiezen of je juist meer een donkere kant op wil, of juist meer een lichtere kant, of beide. Ik vond de Crushed Olive en de Brush Corduroy vond ik er het beste bij staan. Dus die ga ik ook maar gebruiken. Pak ik even mijn blending brushes erbij. Zie ik alleen dat ik een keukenrol vergeten ben te pakken. Maar gelukkig heb ik die ook op voorraad. Want de keukenrol gebruik ik om mijn brushes schoon te maken. Kan ik ook even checken of die goed schoon zijn. Nou, ik ga beginnen met de Crushed Olive. En dan ga ik met een ronddraaiende beweging ga ik op mijn mal. En dan vanaf de rand. En je ziet omdat hier, hier is een, ja, heb je eigenlijk een soort randje gecreëerd met die standmal. Met dat, er zit zo'n stitsteekje in. Dus die rand staat heel iets omhoog. En dan zit hier weer een stukje wat laag omdat het ingestanst is. Dus daarom ga je eerst die aanzet daar wel iets meer zien. Maar hoe meer laag je er eigenlijk overheen doet, hoe meer dat gelijk wordt. Nou, die kleur breng ik op drie plekken aan. Ik werk eigenlijk ook altijd met drie. En dat doen er echt wel meerdere. Ja, dat is eigenlijk toch iets dat het dan goed verdeeld lijkt. Welkom allemaal voor wie nog binnen komt stromen. Gezellig dat jullie er ook allemaal zijn. En je kunt ook zeggen, ik heb nu twee kleuren gekozen. Ik ga zeggen, ik kies voor drie kleuren. Ik kies voor vier kleuren. Vier kleuren wordt wel vrij veel, vind ik zelf. Ik zou zelf voor twee, drie gaan. Of je wil gewoon heel één effe achtergrond. Dat kan natuurlijk ook. En dan het papier is je, haal je de kleuren echt wel mee naar boven. Maar ik zou denk ik niet veel verder dan drie kleuren gaan. Nou, maak ik mijn brush. Normaal maak ik hem dus heel netjes schoon. Veeg ik hem hierop af, want je ziet dat die kleur eraf komt. Maar ik heb hier een potje staan met meerdere brushes. Dus dat ga ik na de live graag mijn brush schoonmaken. Dan pak ik even een andere erbij. En dan pak ik de Brush Corduroy erbij. En dan ga ik eigenlijk op die plekken waar ik nog niks had, waar het wit is, ga ik daar overheen. En het mooie van de Distress Oxide is dat het laagje op laagje opbouwt. Dus hieronder heb ik al die Crushed Olive zitten. Maar die Brush Corduroy komt er eigenlijk nog weer overheen. Bij een Distress Inkt, dus bij die zwarte doosjes. Daar gaat het zich met elkaar een soort van vermengen. Dus dan krijg je echt, kun je echt vieze bruinige kleuren mee krijgen. Dus daar zou ik wel even mee oppassen als je dat doet. Even kijken, kun je de borstels ook wassen of is dat niet nodig omdat je ze heel makkelijk afveegt? Nee, wassen is niet nodig.
Ik veeg ze af aan mijn keukenrol. Als ze nou echt super vies zijn en ik zie er nu echt eentje voor me staan die echt super vies is. Dan wil ik die wel eens onder de kraan houden. Even afspoelen. En dan laat ik die gewoon als de zon schijnt buiten op tafel goed drogen. En dan gaat het eigenlijk ook weer prima. Maar in principe doe ik alles met de keukenrol. Ik had een beetje twijfels over deze kleurencombi, maar het valt me nog niet tegen. Nou, en omdat je dus met laagjes opbouwt met oxide, kun je ook bepalen hoe heftig je de kleur wil. Of hoe dik de kleur, laat maar zeggen. Hier heb ik het nog vrij licht en hier is het al donkerder. Daar heb ik meerdere lagen overheen gezet. Dus ga ik hier nu ook overheen, dan wordt het gewoon steeds ietsjes donkerder. En het mooie met deze brusjes is, je ziet de aanzetten niet. En je kunt heel makkelijk zo de kleuren blenden met elkaar. Tenminste, dat vind ik. Weet je, iedereen heeft eigen manier met qua tools en zo natuurlijk. Nou, even kijken. Dit vind ik wel mooi. Nou, kijk, deze kan ik ook weer afvegen, maar daar kan ik heel lang mee bezig zijn. Maar ik ga nu verder voor de live. Even kijken, ik had een spraybottel ergens. Ah, hier. Even mijn sheet schoonvegen. En mijn vingers. Nou, oxide reageert op water, want het oxideert dan. Het gaat wel eigenlijk uit elkaar zetten. Dus ik vind het altijd wel leuk om even wat hier op te spuiten. Laat ik het gewoon heel eventjes nu intrekken. Dan heeft de inkt ook tijd om te gaan oxideren. Dat, ja, dan kan het meer uit gaan lopen, laat maar zeggen. Dus daar wacht ik heel even op. En dan pak ik gewoon een stukje keukenrol. Leg ik die eroverheen. Kijk, en nu zie je al wat plekken ontstaan, denk ik. En anders moet ik misschien heel even iets inzoomen. Dan zie je wat plekken ontstaan waarop het nat is. Kijk, en daar neemt hij die kleur dus af. En vind je dat nou nog niet genoeg? Dat kan. Dan doe je gewoon op bepaalde plekken waar je wat meer wil, doe je het nog een keer. Dan leg ik mijn keukenrol er weer overheen. Ups. Kijk, en nou heb je ook alweer een heel stuk van de heftigheid van de kleur. Haal je dan alweer iets weg. Want dit zorgt ervoor dat iets breekt. Droog ik even iets aan. Ik heb heel iets droog gemaakt, want ik ga nog meer dingen ermee doen. Dus het hoeft niet extreem droog nog. Ik heb wat leuke maskstencils gezocht. Deze is van je Nines lijn. Deze is van een Grunge lijn. En eentje van Elisabeth Craft Design, een mooie mandala. Die wil ik eigenlijk gaan gebruiken. Kijk, en maar goed dat ik dus nu die brusjes niet heb schoongemaakt. Want ik ga die gebruiken met de kleuren waarop ik de achtergrond ook heb gedaan. En ik ga beginnen met de mandala. Ja, de kleuren die ik heb is Brus Corduroy en Crust Olive. Dank jullie wel voor de hulp. Nou, dit kun je heel makkelijk vastleggen. Met een mat, een magneetmat, als ik die hier heb in de buurt. Even kijken hoor. Ja, die heb ik. Kijk, ik heb de Make Art Station. En normaal ben ik heel eigenwijs en hou ik het altijd vast. Maar ik zal deze nu eens een keer gebruiken. Ik gebruik eigenlijk deze Make Art Station heel veel om de Dutch Doobadoo mallen over te trekken. Eigenlijk.
ga ik hier een klein stukje eroverheen. Met die crushed olive. En het is voor mij niet heel duidelijk. Kijk, maar je ziet wel een heel klein beetje van die mooie mask. Dan ga ik denk ik hier van die puntjes nog in de hoek doen. Dan hou ik hem gewoon eventjes vast nu. En die laat ik hier onderaan ook nog een keertje terugkomen. Ik zou even iets naar boven werken, zie ik al wel. Kijk, nu heb je al wel mooie maaststensels hierop zitten. En deze maak ik eventjes schoon. Want die ga ik niet meer gebruiken. Nou, en oxide inkt maak ik eigenlijk gewoon schoon met water. Dat gaat heel prima, want het reageert op water. Dus je kunt het ook met water gewoon schoonmaken. Geen verdere bijzondere dingen, zoals een archival inkt of zo. Nee, dit is geen nieuw maaststensel. Dit is de S033, de springflower mandala. Hij staat er bij de materialen gelinkt van vandaag. Bij de live van vandaag. Ik heb mijn telefoonkabeltje vastgeplakt met een stukje tape. Maar hij blijft niet zitten. Ik zie het ook voor het eerst. Nou, hij is echt super mooi. Ik zal hem nog eventjes in beeld laten zien. Ik vind het echt een... ik gebruik deze best wel snel. Goedenavond, voor wie nog lekker binnen komt stromen. Welkom, welkom. Ja, heel mooi deze. Dus. ik ga door naar een andere mooie maaststensel. En dat vind ik deze van Janine's Lijn. En die ga ik met de brust corduroy doen. Ik ga deze even zonder mat doen, want ik wil zonder mat, want ik wil maar kleine stukjes. En die wil ik wat meer op de bruine gedeeltes. Maar ik laat hem hier ook wel een beetje doorlopen over het groene. Zodat je dat wat meer een overloop krijgt. Oh jee, Erika, staat een mask op je lijstje. Ja, verschrikkelijk is dat, hè? Dat je allemaal zoveel leuke dingen ziet. Is mijn geluid weggevallen, ja? Hebben meer mensen daar last van? Oké, ik zie hier niet, hier niet, hier ook goed. Ja, nee, je kan niet zeggen, ik weet het zelf. Mijn reacties lopen wel door, want ik zag ook iets van de reacties. Die lopen bij mij wel door. Kijk, ik denk dat ik hem ook heel licht over die andere mask heen zet. Kijk, nu heb je al best wel een mooie achtergrond eigenlijk klaar. Met maskstencils en inkt. En ik denk dat ik deze er niet meer bij ga doen, want het wordt een beetje te veel. Die leg ik aan de kant. Oh ja, kan zijn dat ik even stil was, ja. Soms moet ik heel eventjes nadenken. Dan ga ik eerst achtergrondstempels nog maken. Gaan de oxides aan de kant en pak ik mijn Distress Archival inkt erbij. Distress Archival inkt is een archival inkt, dat is een permanente inkt. En hij is waterproof, dus dat betekent dat hij niet op water reageert.
Hij loopt niet uit als je gaat inkleuren. Als je een inkleurstempel hebt, loopt dit ook niet uit. Dit is de distress kleurtjes. Dus wie je ook gewoon van de distress oxide hebt en zo. Dat is meer de kleur. Daarom heb ik deze erbij gepakt. Gebruik ik heel veel. Maar je kunt ook gewoon deze doosjes gebruiken. Van de gewone Archivine. Ik heb een hele mooie stempel erbij. Deze is van Stampers Anonymous van Tim Holtz. De Fragments. Er zitten hele mooie... Ik denk dat dat een beetje schittert voor jullie in het beeld. Misschien zo een beetje. Moet ik even kijken. Oh, hij valt mee hoe schittert. Er zitten hele mooie structuren in. Die ik heel gaaf vind om op de achtergrond te stempelen. Maar misschien kan ik dan toch beter eerst mijn papier doen. Want dan kan ik daar mooi ingeel van maken. Wat mijn bedoeling is, is dat ik papier ga kiezen. Welke ik hier leuk bij vind. En dan ga ik dat scheuren. En ik scheur gewoon wat stukken af. Dan wil ik dat wittige natuurlijk een klein beetje eraf hebben. Maar dat beïnkt ik straks wel weer. En dan ga ik dat gewoon een beetje over mijn beïnkte achtergrond heen plakken. Die stempels zitten, die komen al zo op deze sheet gezien aan. Als je die koopt, heb je die al op een plastic sheet zitten. Even kijken hoor. Ik knip het straks allemaal nog wel bij hoor, wat uitsteekt. Even een beetje kijken wat leuk staat. Even kijken, het is zonde van je mooie achtergrond. Ja, nee, weet je, de achtergrond maak ik ook nog wel weer een andere keer. Dan heb je ook wel een beetje, ik vind het juist wel leuk om dit met elkaar te combineren. En misschien dat ik sommige stukjes nog wat kleiner maak, hè. Dat weet ik ook nog niet helemaal precies. Deze is misschien wel een beetje groot. En een beetje recht. Zo. Ik denk dat ik deze maar vast ga beïnkten met... Ga ik denk ik even Crown Espresso. En daar pak ik even de Distress Inkt voor. En dan ga ik gewoon eventjes die stukjes beinkten. En dan eigenlijk zorg ik ervoor dat de grootste witte stukjes weg zijn. En omdat dat wit is, dan zijn het ook stukjes weer best wel makkelijk weer iets om buigt. Ja, ik dacht ik ga eens een keer wat anders doen. Het is, vind ik ook wel een keer leuk. Om te doen.
kijk, en er komen straks echt nog veel meer dingen op over mijn achtergrond heen. Dus ik denk dat je er misschien helemaal niet heel veel van terug ziet. Maar wat je ziet is al... Nou ja, wat je dan ziet is mooi. Als het een mooie achtergrond is. Kijk, en ik had ook helemaal gewoon alleen oxide achtergrond kunnen doen. Maar ik denk, nou, ik ga het eens een keer proberen met papier. Even een beetje lijm erbij. Goedenavond, ik zie dat er wat mensen binnenkomen stromen. Welkom. Nou, dit plak ik gewoon op met gewone digital bedoellijm. Dat blijft ook prima zitten. Ja, kun je ook zeker met restjes doen, absoluut. Ja, zo kun je ook als je restjes papier hebt of, ja, of stukjes van stansen of iets, hè, zo kun je dat allemaal weer gebruiken. Zou ook jammer zijn als we alles weggooien, toch? Zo. Nou, die zitten vast. Kijk, ik heb nu een ander lijmflesje. En daar zit een naald in. Ideaal. Die doet beter dan wie ik vorige keer had. Nou, nu had ik dus die stempels. Maar ik dacht, ik ga eerst stukjes opplakken. Want dan kan ik stempelen ook een beetje over het papier heen. Zodat het wat meer een geheel gaat maken. Want nu lijkt het vooral stukjes papier op een achtergrondje. Maar ik wil het wat meer eenheid geven. Pak even een acrylblok erbij. Laat ik eerst maar eens een beetje licht gaan. Even een printerpapiertje erbij. Nou, ik ga eerst maar eens met vintage foto. En dit is best wel een heftige inkt. Dus ik ga hem eerst op mijn papier hiernaast afstempelen. Dan heb ik het ergste er al af. En nu kan ik ook... Nou ja, als er nu wat gebeurt, dan is het nog vaak niet zo heel erg. Kijk, en je ziet hem dus nu wel heel licht. Ik ga even kijken of dat in beeld komt. Hieronderin heb ik hem gestempeld. Alleen op het papier zie je het niet zo goed. Dus voor de volgende stempelafdruk weet ik... Ik moet niet zoveel afdruk maken op mijn papier ernaast. Ik denk dat het wel een klein beetje te zien is. Nou, gaan we er nog een paar van maken. En het zijn hele gedetailleerde stempels. Kijk, ik kan hem wel laten zien op deze sheet. Kijk, super gaaf toch? Nou, en zo doe ik dat eigenlijk een beetje op verschillende plekken. Dat het mooi bestempeld wordt. Kan je dit ook met andere inkt doen? Jazeker kan dat ook met andere inkt. Maar deze stempelt heel helder. Deze inkt. Dus dat vind ik heel fijn. Daarom gebruik ik deze. Ja, dat is een stempel van Tim Holtz. Stempels van Stempels Anonymous. En dan
De CMS368. Dat hebben we ook bij ons in de winkel. Nou, wanneer je met distress of met aangeval inkt stempelt, gebruik dan wel even een aangeval cleaner. Die was ik nog vergeten te pakken, maar ik heb hem. Dit is een aangeval cleaner. Omdat dit dus waterproef heeft, heeft het geen zin om dat met een, ja, heeft wel iets in, met water schoon te maken of met een babydoekje. Want dat zal niet alles weghalen, omdat het een waterproef inkt is. Dus het is gewoon een, ja, tap je er even op. Pak je een stukje keukenrol. En daarmee kun je het afvegen. Even kijken, er zijn nog maar 3 setjes van die aangeval. Ja, klopt. Ik heb ook nog geen nieuwe ontdekt. Deze zijn het nu toe altijd geweest. En geen idee of daar ook nog weer wat van bij komt. Ja, Vestafine Clair Ink stempelt ook heel fijn, absoluut. Ja. Ja, wat voor kleur doe ik dan nog meer? Andere stempel in ieder geval. Deze denk ik. Keuzestress. Nee, deze. Die heb ik al vaker gebruikt. Ik wil een andere. Even kijken. Deze, want die heb ik nog niet vaak gebruikt. En dan gebruik ik ook nog een keer wat anders. Ja, groen hè. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Peeled paint. Even kijken. Nou, ook daar doe ik eerst wel weer de inkt erop. Maar dan stempel ik hem zo weer eerst even een keer af. Zodat ik... weet je, als het toch niet helemaal past, dan is er nog geen man overboord. Daar zie je bijna niks van. Daar mag wel wat meer op. Een klein beetje. Voor een peeled paint is die best wel groen. Peeled paint is normaal wel wat, nou ja, wat lichtere kleur. Zo. Ook weer wat aquacline er alsnog overheen. Dan vind ik dit eigenlijk wel goed zo. Want er komt nog meer op. Dat aan de kant. Even de stukjes bijknippen. Dan draai ik hem gewoon even om. En aan de achterkant kun je dan zo zien wat je af moet knippen. Ga ik de buitenste randjes ook vast met Ground Espresso doen. Wat kost dat doosje met inkt? Ja, dat is geen complete doosje, Regina. Dit doosje koop je apart. En dan koop je ze per set de inkt ook los. Dus dit is een set, dit is een set en dit is een set. Dus er zijn 3 sets en een doosje koop je dan los. Dus het is niet een totaal pakket. Nou, ik maak de randjes alvast wat donkerder met Ground Espresso. Dan past dat ook mooi bij het donkere van het designpapier. En inmiddels, omdat ik geen water meer heb gebruikt, is mijn papier ook al mooi gedroogd. Dus hebben we daar ook geen last meer van.
4, 8 kleuren. We moeten nog 4. Ja, dan mis je nog 1 set, inderdaad. Bij ons zijn wel alle sets te koop. Wat ik vanmiddag zag. Of vanmorgen. Nou, dat. Nu zaten we bij de standsmal van Nelly Snellen. Van die vierkantjes. En dan ben ik alleen even aan het nadenken wat ik precies ga doen. Want ik had deze leuke foto's nog liggen. Ook van Craft the Clock. En er zijn inmiddels al 2 sets van. Dit is Vintage Foto Set 1. Inmiddels is er ook al een Vintage Foto Set 2. En daar zitten van die leuke vintage foto's in. Enkelzijdig bedrukt. Maar wel super leuk om te gebruiken natuurlijk. En dan ben ik even aan het kijken hoe groot ik ze ga doen. En hoeveel. Want er zitten er nu... dat is ideaal aan deze mal. Je hebt er gewoon 3 in zitten. Dus je kunt ook 3 keer alle stansen in dezelfde maat als je dat wilt. Maar je kunt ook zeggen ik wil er maar 2 op. Of ik wil er maar 1 op. Of hè, wat jij maar wil. Dan zou het mooi zijn als er iets is wat een beetje past. Qua formaat. Anders wordt het ook zo groot. Kijk, dit is ook leuk. Omdat hier uit de stansen zo. Is ook wel schattig. Ja, knappe truc, hè? Dat blijft steeds. Daar heb ik heel lang op geoefend, die truc van bijknippen. Even kijken, hoor. Dat zijn net weer een beetje te lichte plaatjes. Ik wil er iets meer... Of dat... Ja, het is licht. Even kijken of er nog wat donkere zijn. Dit meisje misschien. Kijk. Die ga ik nemen. Nee, ik niet nog een keer. Nou zie ik toch nog een beetje. Keuzestress. Deze. En ik doe er gewoon 3 vandaag. Als ik er nog eentje bij kan vinden. Maar dan denk ik dat ik toch nog een lichte erbij doe. Zo leuk, zoveel plaatjes en zoveel keuzestress dat je dan krijgt. Ja, dat mag je ook maken, hoor, dat grapje. Ik kan het best wel hebben, Marianne. Ja, een grotere maat zou ook kunnen, maar... Even kijken, hoor. Oh, wacht. Ja, kan wel. Deze was het dan. Dat was wel iets makkelijker, ja. Oké, ik ga het nu gewoon doen met de plaatjes die hiernaast liggen. Even kijken. Deze wordt het. Deze wordt het. En deze. Ja. We zijn eruit, eindelijk. Knip ik even een beetje het plaatje zo af. Kijk, en die plaatjes zitten er allemaal dubbel in. En dan kan ik heel moeilijk doen over dat ik het hele plaatje niet gebruik. Maar ja, als ik ze laat liggen, gebruik ik ze überhaupt niet. En nu gebruik ik ze tenminste. Nou, ga ik die even stansen.
Nou, de keuze is inderdaad reuze. Kijk, en het leuke is dat je dat dan straks ook weer mooi kan matten. Maar zo kun je dus ook hele leuke mini fotootjes. Nou ja, of als je zelf foto's hebt, oude foto's. En je wil die verwerken. Dan kun je dat ook natuurlijk op deze manier doen. Nummer 2. En nummer 3. Wat is van Tim Holtz met die? Deze plaatjes zijn niet van Tim Holtz. Die zijn van Craft the Clock. De vintage foto set. Als het goed is staan die ook gelinkt bij de producten van vandaag. Dus dan kun je ze daar weer vinden. Ik had ze ook alle drie tegelijk kunnen doen. Want ik had drie keer die mannetjes erin zitten. Kijk. Zo. En dan ga ik hem wel matten. Maar ja, met wat voor een laag. Met kraft of met zwart. Oh nee, ik wou het met wat anders doen. Dat klopt ook. Ik ga nog één maatje groter. Dat is deze. Van alle drie de maten maar in één keer stansen. Hè? Want dat was zo handig wat ik jullie vertelde. Dan pak ik even aquarelpapier erbij. En dan ga ik die gewoon even stansen uit wit aquarelpapier. En dan ga ik er zo meteen wat mee doen. Oh, ik zie dat de materiaallijst alweer wat gelinkt. Super fijn. Kijk, en het mooie is aan die mal, die grootste mal. Hij stanst uit in het midden. Dus je kunt ook zo'n mooi frame stansen, maar je kunt dan ook die binnenkanten dus gebruiken. Dus je kan ook zeggen, ik heb een heel mooi papier netjes gemaakt, gestanst. En dan kun je ook zo'n frame uitstansen. Dus daar kun je ook weer van allerlei leuke schutkaartjes en alles mee maken. Maar wat mij nou zo leuk leek, is om die met embossing glaze te bewerken. En dat is een embossing poeder. Een transparante embossing poeder. Die een heel mooi kleurtje geeft. En als je die dan mooi mat, heb je een mooie glinstering erop. En nou ja, weer een wat ander materiaaltje erbij. Dan pak ik even mijn Versamark inkt bij. En daar druk ik mijn stukje eigenlijk gewoon in. En nu doe ik eerst maar een deel. Want dan kan ik hem gewoon nog vast blijven houden. En dan ga ik dat zo weer eventjes verhitten. En dat heeft even nodig voordat het gaat smelten.
Nu heb ik één stukje. En dan kan ik die andere ook gewoon in de inkt drukken nog. En dan verven we die ook weer. Het enige wat je nu wel ziet, is als je de anglaise, kun je laat maar zeggen, ook opbouwen. Nu zie je hier in het midden, zie je daar een stuk waarop ik de eerste keer al poeder heb gedaan en de tweede keer nog een keer. Dus dan wordt het een laagje over laagje verhaal weer. En dat zorgt eigenlijk voor dat je kleur dan nog wat, nou ja, wat meer kleur geeft. Dus als jij het nog donkerder wil, dan kun je daar zo een laag overheen zetten. Nou, dat doe ik even bij alle stukjes. Nu hoef ik ze niet helemaal eigenlijk met poeder te voorzien. Want ik heb alleen de buitenste randjes zie ik maar, omdat ik die foto eroverheen plak. Zo. Nou, verhit ik die ook nog even snel. Aan hele strook en bossen snap ik. Maar het verhitten gaat, ja, dan ja, wordt het niet zo mooi mee. Qua stans is dat ook weer iets lastiger. Kijk, en ik vind het niet erg dat het niet allemaal gelijk is. Dan, ik vind dat juist wel weer, ja, iets hebben. Nou, potje leeg, maar er blijft altijd heel veel over als je een keer een potje hebt leeggegooid. En dat ga ik zo meteen allemaal zo weer in een bakje teruggooien. Nou, dan heb ik mooi even lawaai gemaakt. Maar nu is het ook klaar. Ik hoef denk ik geen lawaai meer te maken. Ik heb geen idee wat het verhaal allemaal over gaat. Maar ik zie iets met zonde van je geld. Ik heb geen idee. Ik krijg het allemaal niet mee. Als je een live doet, dan krijg je dat. Dan zie je die reacties. En nou ja, dan krijg je dat allemaal niet helemaal mee. En dan kan ik ook steeds lastiger de goede vragen eruit pikken. Want dan weet ik niet meer of het nou een vraag was. Of... Dus ik kijk alles straks na de live even na. Als er dan nog vragen gemist zijn, dan kan ik die nog beantwoorden. Nou, ook hier hebben inkt ik gewoon even netjes de randjes. Ook dat haalt meteen dat hele licht eraf. En hier heb, omdat je hebt gestanst, zul je nog iets van die randjes zien. Van die witte randjes. Dus die doe ik dan ook maar even. Ja, de kleur walnutsteen heb ik gebruikt van de glaze.
Een hele mooie bruine kleur. Ik zal ze zo even in beeld houden. Kijk. En je ziet wel, deze is wat gelijker dan deze. Maar ik vind dat niet zo erg als dat verschilt. Het is toch een beetje mixed media-achtig. Pak ik even dubbelzijdig tape erbij om het mee op te plakken. Even kijken waar die is. Nou, en twee stukjes is eigenlijk wel prima. Dan ga ik die opplakken. In mijn embossing glaze vierkantje. Ja, er is een reden dat ik dit niet met lijm doe. Niet met de stoepedoe lijm. Omdat dit... dit is een embossing glaze. En eigenlijk moet je het een beetje zien dat het een beetje smelt. Dus dat het een beetje... ja, plasticachtig wil ik niet per se meteen zeggen. Maar dat hecht wat minder goed. Voor mijn gevoel. Ik heb een vermoeden dat het met tacky glue wel zou kunnen gaan. Maar dat heb ik even niet bij de hand. Dus ik doe het nu gewoon even met dubbelzijdige tape. Dan weet ik sowieso zeker dat het vast zit. Kijk eens wat voor leuke fotolijstjes dit nu zijn. Ik vind het echt superleuk. Nou, top. Even kijken. Dan kunnen we die straks hier op gaan verwerken. Dan ben ik nog even aan het bedenken of ik nog wat mis. Ik denk dat ik het nog wel leuk vind om er wat van deze bij te doen. Ja, niet deze hele bak, maar even spieken. Kijk, deze zijn heel gaaf. Het zijn turn mounts. En daar kun je als fotohoekjes gebruiken. Dus die zet je vast met een eyeletje. En dan... nou ja, lijkt het net of hij daarmee vast zit. Kun je hem alsnog vastmaken met gewoon tape of zo. Maar dat is als extraatje. Ik denk dat ik dat nog wel leuk vind. Om te doen. En dat doen we denk ik ook maar gewoon met zwart. En dan ga ik hem straks ook matten met zwart. En dan heb ik nog wat zwarte brets daarbij nodig. Maar daar komen van die, of wat brets... ja, brets van die splitpennetjes in. Met die splitpennetjes zet je ze eigenlijk vast. Ga ik deze foto's toch al wel eventjes vast plakken. En eigenlijk zijn die fotohoekjes eigenlijk meer ter sier. In dit geval. Maar je kunt ze ook echt als dat ze echt zo daarmee vastzitten. Zo. Dan heb ik toch eventjes een... een dingetje, een screw hole punch. Wat een leuke frutsels, hoe noem je deze? Deze noem ik turn mounts. Turn mounts. Nou, ik heb een klein gaatje nodig, omdat dat eien dingetje... ja, ik noem het een splitpennetje, bret, er doorheen moet. Dus ik pak even gewoon een klein, die screw hole punch. Daar kan ik die turn mount opleggen. En de splitpen er doorheen doen.
En die kan ik dan zo aan de achterkant vastzetten. En dit is toch nog niet mijn achterkant, want ik ga hem nog matten. Kijk, en nu heb je het ook meteen mooi afgemerkt. Want er zit mooi een zwart bolletje op. Kun je ook een andere kleur voor kiezen, hè? Maar ik vind dit wel leuk. Dan lijkt het net een muur waarop foto's zijn opgehangen. Is de glaze in het zwart? Nee, die is nog niet in het zwart. Nee. Dan kom je eerder op grijs uit. In de Hickory Smoke. Doe ik er hier ook eentje. Oh, die is er niet helemaal door. Nu dan. Ja, klopt. Als je de glaze hebt. Ik had nu walnutsteen gebruikt. Had ik op mijn papier hieronder walnutsteen eerst aangebracht. Was de kleur nog donkerder en intenser geweest. Omdat je dezelfde kleur gebruikt. Of je zou een andere kleur, donkere kleur inkt eronder hebben. Dan krijg je die gloed van de glaze eroverheen, laat maar zeggen. Nou, de laatste. Nou, anders gaan we er even doorheen. Ja. Wat voor prikpen is dat? Dit is de Screw Hole Punch. En de Screw Hole Punch is eigenlijk een tool om gaten mee te maken. En het is, je drukt erop en daarmee draait hij eigenlijk duwt hij er een gat in. En dat zit er in 3 maten, zit er dan een topje op, die je hier op kan zetten. Dus deze draai je los. En dan kun je deze maat elke keer verwisselen, wat jij nodig hebt. En dan krijg je gaatjes erin. Zo. Dan ga ik hem matten. Nou plak ik dus wel even tape op mijn achterkant. Omdat ik die splitpennetjes daarin heb zitten. Weet ik zeker dat hij daar ook gewoon goed op pakt. En ik wil het wel goed vastpakken omdat het een wat langere vorm is. Dan had ik beter eerst eentje los kunnen halen. Maar zo lukt het ook. Zo. Altijd zo plakkerig dat tape, hè? Lijstje wordt steeds langer. Oh, valt wel mee toch met al die lijstjes. Even kijken. Ik doe er even voor de zekerheid een beetje lijm achter. Even een beetje lijm op de tape. Want dan kan ik hem nog verschuiven. Als hij niet helemaal recht zit. Want als je tape papier doet, dan is het eigenlijk meteen vast. Zo. Dan ben ik alleen nog aan het twijfelen of ik er nog een tekst op ga plakken. Of ik dat ga doen of niet. Ik vind hem namelijk eigenlijk zo wel heel erg leuk al. Ik denk dat ik er eigenlijk niks meer aan ga doen. Denk ik. Ja, het is de bedoeling dat ze inplakt, dat klopt.
Nee, ik denk dat ik hem klaar heb eigenlijk. Ik ga hem even wat dichter in beeld laten zien. Want ik heb dus eerst een achtergrond gemaakt. Met oxide inkten, mask stencils en stempels. Toen stukjes papier er nog op. Lijstjes met de embossing glaze en de foto's erop. En dan deze gave turnmounts. En eigenlijk zie je nog best wel veel van mijn achtergrond terug, zie ik zo. Ik ben daar eigenlijk best wel tevreden mee. Ja, ik denk dat dit het was. Een uitleg gaan jullie nog vinden op het blog. En een filmpje komt op YouTube. Materialen zal ik straks nog even bij dit bericht plaatsen. En dan... ik even kijken. Ik zie, ga je die matten op kraft? Astrid, dat kan niet. Want ik heb al de buitenste twee maten... Ja, als het zou kunnen, dan zou ik het zelf maat moeten maken. Maar nee, ik vind dat eigenlijk niet... Ik hou het bij zwart. Nee, het kan wel inderdaad, maar ik hou het deze keer bij zwart. Ik heb hem nu gemat op het zwart en kraft zou inderdaad nog kunnen, maar ja. Nee, ik vind dat toch net zelf net niet. Dus dat ga ik niet doen. Heel erg bedankt voor het kijken. Reacties, zoals ik zei, ga ik allemaal teruglezen om te kijken of er nog vragen zijn die ik heb gemist. Een hele fijne avond nog. En tot de volgende keer. Dag!